Ja. Dertien mollen hebben we hier in die B-finale. Ook we gaan allemaal papieren bijna weer. Voilà, lijkt de dans. Luca had het tempo er goed in en dan is het toch als Oostenrijk toch al op tandvlees mee. Oh, en dan gaat er een op zijn billen. Punten! Die tweede is het Fries. 2 punten voor Chris Berijn, 1 punt voor Luca Colla. En dan die ziel, die komt hier langs, mag een applausje krijgen, Christian Land. Ja, 4 punten vergeven. Twee punten voor of getekend en de hand voor Chris Berijder. Komen die mannen daar weer aan voor weer een puntensprint. 3:42. Dat is afgetekend. Afgetekend pakt inderdaad punten voor Jesse Versluis. Ronde wordt staat op 6. Ja, blijft een spannende strijd tussen afgetekend en Chris Berijder over de punten. Ja, die mannen hebben gelijk aantal punten op dit moment. Dus een zeer spannende strijd. Misbereider of getekend, gelijk met totaal. Hoe gaat het nu bij die volgende sprint? De punten gaan naar Dennis Palmer. Voor of getekend. We hadden in de laatste sprint. Ronde wordt op 2. Punten zijn weer verdeeld. Buitenom. Punten voor 151. Jesse Versluis en voor of getekend. Ja, wel, laatste ronde. Oké, wie de laatste punten gaat pakken daar aan de overkant. 3:42. Of getekend. Heeft de tempo erin gezet. Of getekend. Hofke gaat die laatste punten pakken.
Ja, iedereen is nu gaat finishen. Ja, de laatste mannen komen over de finish.